Ja, maar ik wil gewoon geen grote pony. Zo klein is veel schattiger. Volgens mij durf jij gewoon helemaal niet te rijden. Oh, wacht. Liep Amy niet voor ons? Amy! Amy! Marias! We zouden je graag een paar vragen willen stellen. Waarover dan? Zegt Tinka je iets? Heb je misschien ooit iets gehoord van een Rascal? Weet je het zeker? Ja. Volgens mij verbergt ze gewoon iets. Vertel het ons nou. Nou, ik ken geen Rascal en ook geen Tinka. Julia, ik denk dat ze de waarheid spreekt. Dus ze is niet Luna? Nee, ze is wel Luna, maar ze weet niets meer. Alles is terug naar hoe het eerst was. Oh. Je zei dat je geen moeder hebt. Hoe zit dat? Misschien heb ik wel een moeder, maar dan ken ik haar niet. Ik weet niets meer totdat ik hier kwam. Helemaal niets? Nee, alleen dat ik Luna heet. Ik woon nu bij de mensen hier. King was het pony en hij heeft mij gevonden. Meer weet ik niet. Hier kunnen we niets mee. Zij is de enige die het antwoord heeft. Weet je echt niks meer? Als de naam van de heks drie keer noemt, hoort die heks dat. Iemand roept mij. Nu. Wie? Fleur. We moeten terug. Waar is Amy? Wat heb je met mijn zusje gedaan? Oh. Ze is daar. Rapje. Ze is al... voor altijd. Nee! Oh. En sorry dat ik jullie moest vastbinden. De touw voorkomt dat jullie... wegspringen. We gaan namelijk zo... een spelletje spelen. En dat zou toch niet leuk zijn? Spelers. Waarom doe je dit? Ik ben niet het soort slechterik dat zijn plannen met iedereen gaat delen, lieve schat. We hebben nog wat tijd te doden. Wat er is. Jouw zusje heeft geen krachten. Mensen zonder kracht.
gedachten zijn waardeloos. Maar omdat ik zo lief ben, ga ik je toch de kans geven haar terug te krijgen. Het is een heel simpel spelletje, zodat ook die wat minder slimme mensen het kunnen snappen. In dit spelletje mag je kiezen wie er blijft leven en wie er doodgaat. Je mag kiezen tussen je zus of je aartsvijand. Dus, wat wordt het? Wie blijft leven en wie gaat er dood? Laat ik het nog makkelijker voor je maken. Je hoeft alleen de namen te noemen van degene die voor altijd bij mij zullen zijn. Tik-tak. Wie wordt het? Je wacht zeker op Sanne. Laten we nog een regel toevoegen. Als je geen keuze maakt, neem ik ze gewoon alle drie! Dus, wie gaat mee naar de altijd? Liefste Amy. Je kiest je aartsvijanden boven je bloedeigen zusje? Ik heb nog veel te leren over dochters. Over dochters gesproken. Tijdens magie heeft geen zin voor mij, Haskell. Wat jij kan, kan ik ook. Dat weet ik. Want jij hebt mijn krachten gestolen. Ik heb je dochter voor je meegenomen. Om het goed te maken. Je mag haar hebben. Hebben? We weten allebei dat je nu over de vrijheid van je vriendinnetjes gaat onderhandelen. Nee hoor. Het kan me niet schelen wat er met hen gebeurt. En Luna is van jou. Maar er is wel iets anders wat ik graag wil. Wat dan? Ik wil je leerling worden. Ik wil je leerling worden.